Voorzitter, sta mij toe eerst kort te reageren op de opmerkingen van de heer Roen. Laat ik ook nog eens vanaf deze plaats zeggen dat ik heel goed zijn emotie snap. En dat ik nog eens vanaf deze plaats wil benadrukken, en dat is geen gemeen plaats en dat zijn niet alleen maar mooie woorden, maar mijn grote waardering voor zijn jarenlange inzet voor de stad Maastricht. Dat wil ik met dubbele strepen onderstrepen, om maar eens die dubbele zin zo uit te drukken. Maar toch is zijn betoog gebaseerd op twee feitelijke onjuistheden. Er is, meneer Roen, geen advies gevraagd over uw integriteit. Ik heb advies gevraagd over de wenselijkheid om het woord te voeren over de horecanota in het licht van uw nevenfunctie. Dat is wat er aan de orde was. En dat is iets anders dan een onderzoek naar uw integriteit. Daar was geen aanleiding toe en er is ook door mij, zeg maar, geen aanleiding voor gegeven, respectievelijk nooit naar gevraagd. Er is gevraagd, is het wenselijk dat de heer Roen het woord voert over de horecanota, gelet op de nevenfuncties van de heer Roen. En daarmee kom ik op de tweede feitelijke onjuistheid. Op dat moment was u voorzitter van het marktcomité. En in die hoedanigheid onderhandelde u met de gemeente over zaken die ook in die horecanota aan de orde kwamen. En precies om die reden leek het mij verstandig dat daar een objectieve derde nog eens zijn mening over gaf en aangaf of dat nou wel wenselijk was of niet. Het was een advies aan u. Het advies dat u allemaal kent en waar ik verder geen woorden aan wil wijden, dat sprak ook boekdelen. Dan wat betreft de reacties nog in tweede termijn. Mevrouw Fokke, ik deel volledig met u de gedachte, het gedachtegoed dat integriteit een beweging is. En dat we daarom vervolgafspraken moeten maken. En mij lijkt inderdaad een goede zaak dat we eens per jaar een debat hebben over integriteit. En ik zou u ook zeer aanmoedigen om bijvoorbeeld bij de algemene beschouwingen op zijn minst daar nog eens een keer uw mening over te geven. Over ontwikkelingen op dat terrein. Dus ik ben het daar hartstikke mee eens. De integriteitscode, en ik herhaal het nog maar een keer hier, is ook van toepassing op de burger-nietsraadsleden. En ik heb u dat ook al schriftelijk laten weten. Want we doen allemaal werk ten behoeve van de gemeenschap. En ook voor hen geldt dat het verstandig is dat ze zich aan die code wat gelegen laten liggen. Zodat ook zij weten waar grenzen liggen, waar beperkingen liggen, waar zij erg alert op moeten zijn. Dan... Nee, je moet hem vasthouden. U moet vasthouden. Nu wel, inderdaad. Dank u wel. Ja, voorzitter, een enkele opmerking. Voor wat betreft het Bing Bios verhaal. Daar wil ik toch opmerken dat Bing een BV is, een commerciële partij. En dat de VNG daar geen verantwoording zal voor nemen. Feit is wel dat Bios en de VNG samen verantwoordelijk zijn voor de modelgedragscode ambtsdragers. Zoals die ook hier al bij meerdere mensen bekend is. Dan mis ik nog altijd één antwoord op een vraag. En dat betreft het zelf aanleveren door de raadsleden van de BKR-gegevens. Indien daar in de risicoanalyse om gevraagd wordt. Ik realiseerde me net dat ik nog met één vraag zat en die betreft de financiële dekking. Die mis ik in het stuk. En als laatste wil ik wel mijn waardering uitspreken. Het siert de voorzitter van de gemeenteraad dat ook hij opmerkt dat hij met twijfels en gemengde gevoelens terugkijkt op de laatste maanden van 2007. En ja, dat siert hem zeer zeker als mens en ik waardeer dat zeer. Dank u wel. Voorzitter, het aandragen van gegevens zoals BKR... heb ik de indruk dat dat nodig is, omdat een derde niet zomaar BKR-gegevens van u kan opvragen en die kan gaan gebruiken. Dus u zult dat zelf moeten doen en die ter toetsing voorleggen aan de integriteitstoetser, die die gegevens gebruikt in aanvulling met gegevens uit andere bronnen. En dan komt tot een conclusie. Het gaat er maar om dat wil je een raadslid een advies kunnen geven over zijn delicate positie op onderdelen, dan moet je wel iets van het raadslid weten. Dan moet je wel weten, heeft hij veel aandelen of heeft hij veel zus of heeft hij zoveel? Waar is zijn kwetsbaarheid? En die kwetsbaarheid kunt u vaak alleen zelf aangeven. En daar is onder andere zo'n BKR-verhaal voor nodig. Men zal dat aanvullen met andere bronnen en op die manier zal men dan uiteindelijk een afweging kunnen maken en u een advies kunnen geven. Dan de betaalbaarheid daarvan.
Nou, ik heb de indruk dat de kosten van een dergelijke toets niet heel erg hoog liggen. In het kader van de wethouders is deze toets ook toegepast. Maar die was nog zelfs uitgebreider. En dat heeft 1.000 euro per wethouder gekost, uit mijn hoofd gezegd. Nou, dat vinden wij in ieder geval zeer de moeite waard. En als raadslid ook zeer de moeite waard om te kijken of we daarvoor een dekking kunnen vinden. Ik wil dat nog wel eens met u verder doorspreken. Als behoefte is breed om toch dat instrument in te zetten, dan gaan we kijken of we dat gezamenlijk kunnen doen. In aanvulling daarop kan ik u meedelen dat in beslispunt 4 staat dat de raadsgriffie opdracht krijgt om met een uitgewerkt voorstel te komen wat wij bij de begrotingsbehandeling dan aanvaarden of niet. Dus ik zou u daar naartoe willen verwijzen. De burgemeester nog? Ja, tenslotte. Een mens die niet twijfelt, denk ik, is een machine. En zeker op een terrein waar het om mensen gaat. Waar, zoals ook de heer Roen heeft uitgedrukt, mensen met emoties zitten. Die misschien een volstrekt andere kijk op de wereld hebben dan ik dat heb. En die geworden zijn wat ze zijn door die jarenlange ervaring. Uit een misschien andere tijd. En wie ben ik dan om te kunnen zeggen dat ik het gelijk aan mijn kant heb? Maar ik moet wel een richting op. Ik moet wel aanwijzen wat kan en niet kan. En ik moet proberen om zorgvuldig te blijven zonder tot beschadiging over te gaan. En daar zitten vaak twijfels in. Doe ik het goed? Heb ik de juiste keus gemaakt? Heb ik niet iemand tekort gedaan? Dat hou je en dat heb je voortdurend voor ogen. Achteraf gezien zullen ongetwijfeld hier en daar fouten zijn gemaakt. Maar denk ik toch dat er een redelijk rechte koers is gevolgd. Een koers waarbij uiteindelijk, met alle moeite die er in dit proces waren, toch de juiste conclusies zijn getrokken over dingen die wel en niet konden. En ik ben ook daarom zo blij, en dat is ook wat ik tegen mevrouw Nuit zei, dat de Raad dat ondersteunt. Dat de Raad erkent dat op dit veld van opereren, zonder dat daar instrumenten beschikbaar zijn, dat dat ook voor een burgemeester heel lastig is. Ik zou u niet de kost willen geven het aantal bestuurders in het algemeen, wat om die reden de andere kant op kijkt. En dat is iets wat ik als persoon nooit zou kunnen, nog willen. Als ik een burgemeester moest zijn vanuit een rol dat ik weg moest kijken omdat ik bang was, omdat ik anders een scham zou oplopen, zou ik morgen opstappen. Dat is wat ik niet wil. En daardoor ben ik met mijn hele hebben en houden, met mijn ziel en zaligheid in dit dossier gaan zitten. En als ik fout heb gemaakt en mensen heb verkeerd heb aangepakt, dan spijt me dat zeer. Dan was dat niet om die mensen te pakken, maar was dat om dat ene goed, die ene rechtvaardigheid, het belang van die samenleving overeind te houden. En dat integer bestuur wat we allemaal willen zijn. En vanuit die hoedanigheid heb ik u gezegd, daar ontstond bij mij wel eens een twijfel. Een twijfel die in ieder geval nu vandaag met dit hele debat, denk ik op een hele goede manier, is gepositioneerd. En waar ik u alles heel dankbaar voor ben.